De minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, is vanaf 1 juli 2020 gedurende een jaar voorzitter van CARIFORUM. Dat maakt het Nationaal Informatieinstituut bekend in een persbericht. CARIFORUM is een groep van Caribische landen die als counterpart dient voor de onderhandelingen met de Europese Unie met betrekking tot economische en technische samenwerking. De minister heeft in dit verband vandaag een vergadering gehouden over de Cotonou-overeenkomst. Deze overeenkomst is een verdrag uit 2000 tussen de Europese Unie en de ACS-landen, die bekend staan als de minder ontwikkelde landen in Afrika, ten zuiden van de Sahara, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Cotonou gaat over de armoedebestrijding en het meedoen van de ACS-landen in de wereldeconomie. Uiterlijk 1 januari 2021 moet er een nieuwe overeenkomst worden getekend. Daarvoor moeten de landen van het CARIFORUM met elkaar in onderhandeling zijn geweest. Het ministerie meldt dat deze onderhandelingen in de laatste fase zijn.